Beeldveldklipping. Het zogeheten effect beeldveldklipping biedt u de mogelijkheid om beeld in beeldeffecten te realiseren zonder toepassing van maskersporen. Zij het dat dit zich beperkt tot rechthoekige beeldvlakken. Klik in de projectverkenner op de plus voor de map Schermen, waarna rechts daaronder uw scherm zichtbaar wordt. Klik dat scherm. Meestal scherm 1 aan en maak in de mediapool ernaast een nieuw beeldveld aan door na een rechtermuisklik te kiezen voor beeldveld toevoegen. Geef het beeldveld als herkenning de naam Clip 01. Dan maakt u een extra beeldspoor door na een rechtsklik in het tijdlijngebied te kiezen voor Spoor toevoegen Beeldspoor. Vervolgens sleept u het beeldveld, clip 01, vanuit de mediapool op de spoorkop van het nieuwe beeldspoor. De naam clip 01 staat nu ook in de spoorkop. Nu zetten we een beeldobject op dit beeldspoor en zetten de locator op het beeld, zodat het in het voorbeeldscherm zichtbaar wordt. Dan gaan we terug naar de mediapoolmap met de beeldvelden. En klikken rechts op beeldveld clip 01 en kiezen voor de optie Positie en Grootte. In het nu verschijnende menu kunnen we met de paarse kadering de grootte en de positie van het clippinggebied vastleggen. Als we vervolgens middels in-screen editing het beeld opzoomen, zien we niets anders dan anders. Echter, klikken we op de gegevensbalg van het object en activeren we in het eigenschappenvenster links van de tijdlijn met het plaatsen van een vinkje de beeldveldklipping, dan is van de foto alleen nog datgene zichtbaar dat binnen het opgegeven beeldveld valt. Alles daarbuiten is onzichtbaar. Als we nu een beweging programmeren. Wordt die beweging door het geklipte beeldveld uitgevoerd? Als we daarnaast ook nog inzoomen op het beeld, dan ziet dat er zo uit. Maar we kunnen het geklipte beeldveld ook vastzetten op de gekozen positie door in het eigenschappenvenster een vinkje te plaatsen bij clipgebied fixeren. Nu wordt de beweging en het zoomeffect. Alleen door het beeld gemaakt. Het beeldveld zelf blijft staan waar het staat.